Employ is een onderdeel van scholengemeenschap Pedialis. Leerlingen van Employ gingen een week lang op zoek naar een vervolgopleiding op het Friesland College. Na deze week hadden de meesten een beter beeld van wat ze na het VMBO kunnen en willen doen. Welke opleiding gaan jullie eigenlijk doen? Ik wil onderwijsassistenten doen, maar dat weet ik nog niet zeker. Fysiotherapie. Sios. Welke opleiding? Misschien sound design wel. Ik weet nog niet helemaal zeker, maar ik denk handel. Ik denk theatertechniek. Ik ga denk ik ICT doen. Sios. Iets met masseur doen, iets okay. Met masseren of ik wil de kant op van chirurg. Ja, ik weet nog niet wat ik wil doen, maar ik wil wel wat met verzorging doen. Ik ga naar het Sios. Ik wil schoonheidsspecialisten doen. Richting modedesign. Artiest muziek wil ik wel graag doen. Denk iets met schoonheidsspecialist of iets met... Ik moet nog eerst gaan oriënteren, ik weet het dan niet helemaal. En, misschien een richting? Ik wil wel door naar de HBO. Oké, dat sowieso. Welke richting maakt uiteindelijk, dat weet je gewoon nog niet. Ja, ik twijfel wel tussen de juridische opleiding, daar ben ik wel geïnteresseerd in. ...75% van de mensen heeft een baan die niets te maken heeft met de opleiding die ze gevolgd hebben. Een hele grote groep mensen volgt een opleiding, leert daar een heleboel dingen... ...maar ontdekt tijdens die opleiding, het is eigenlijk net niet wat ik wil. Wat wij nou belangrijk vinden, is dat je dan... geholpen wordt om een andere keuze te maken zonder dat je tijd verliest. En wat ik nou zo belangrijk vind voor het Friesland College en voor jullie in het Friesland College, is dat dat gewoon is. Dus kiezen is iets in mijn opvatting, en ik weet niet of die helemaal de employ-opvatting is iets wat het leven lang doorgaat. Het is handig als je langzamerhand ontdekt in wat voor soort bedrijf pas ik. En ik zou nu ook heel erg graag willen dat jullie in Employ ook de kans namen om, ook al weet je wat je wil, dat je toch ook nog eens ergens anders gaat kijken. Jullie zijn al een week bezig met oriënteren. We hebben hier al een paar keer gevolgd. En is de keuze inmiddels duidelijk geworden? Ja, dat was het al. Dat was het al? Ja. Dat klopt inderdaad. Dat was ik helemaal... Wat wordt de keuze voor jou in ieder geval ook alweer? Artiest muziek of dierdrijf. Ook nog niet eigenlijk. Ik dacht er zat iets te drinken met internationale groothandel. Nee, nog niet. Ja, maar lijkt dat wellness wel wat. Dat is een vervolgopleiding voor het HBO, de ALO. Nee, nog niet. Ik weet niet. Ik weet het echt niet. Je weet het nog steeds niet? Nee, ik ben nog steeds niet duidelijk over alles. Ik wil wel wat met handel gaan doen. Daar heb ik er niet echt over nagedacht, want dat vind ik een beetje moeilijk. Nou, ik vond handel vond ik wel erg leuk. Gewoon je eigen onderneming starten en zo. Ik vond autotechniek vond ik ook wel leuk, die heb ik zo net gehad. Ja. Dus ik vind het nog moeilijk om uit die twee te kiezen. Niet helemaal, maar ik weet wel welke richting, zeg maar. In welke richting? Horeca. Ik twijfel nog tussen een paar dingen. Tussen het CIOS en de hotelschool. Ik wil de verpleging en verzorging opleiding doen. Nou ja, ik wil hier naar HAVO doen en dan wil ik fysiotherapie doen. Ik wil interieur design doen. Ik ook interieur design of iets met gehandicapte kinderen of zo. En jij? Ja, ik weet het nog niet. Je weet het nog niet, waarom niet? Ik denk misschien later iets met de kinderen opvang of zo. Dus... Jij bent nog even zoekende? Ja. Nou, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Ik weet het ook nog steeds niet.